NEC heeft zich na de transferperiode weten te verzekeren van de diensten van de Belgische aanvaller Mike Tresor Daichimier. De 19-jarige aanvaller komt transfervrij over van Anderlecht en tekent voor 3 seizoenen in de Keizerstad. Kijk, uiteindelijk is de window wel dicht, maar dat betekent niet dat er geen interessante spelers meer in de markt zijn. En met het halen van Mike halen we een speler voor de toekomst die de komende jaren de kans krijgt om zich met ons te ontwikkelen. En hopelijk mag aansluiten in een mooi rijtje eerdere namen. Die als een soort van, noem het even een zij-instromen, hè, zoals Groeneveld, als mooi voorbeeld zijn ingestroomd, zich hebben ontwikkeld en uiteindelijk naar de topclub zijn gegaan. En Mike is een jongen waarvan we wisten dat zijn contract afliep, waarmee we al voor de window ook gesproken hebben. En waarmee we nu alle posities voorin ook dubbel bezetten. Dus dat maakt het voor iedereen een win-win situatie. NEC heeft de afgelopen transferperiode op een aantal bijzondere locaties de contractondertekening met nieuwe spelers uitgevoerd. Locaties als de Stevenskerk, een basisschool en de tuin van een supporter zijn al langsgekomen. Het contract met de 19-jarige spits werd ondertekend bij de Radboud Universiteit. Daichimier kan na zijn spitspositie ook uit de voeten als vleugelspeler. Nou, hij zal nog wel een speciaal programma gaan krijgen, omdat hij in de voorbereiding, kijk, hij heeft bij Anderlecht wel meegetraind, maar nauwelijks wedstrijden gespeeld. Dus hij zal tijd nodig hebben om ook fit te worden. En dat is wat ik zeg, uiteindelijk een jonge jongen die ook de tijd moet krijgen bij ons. En die gaan we hem geven. En dat is weer een mooi project om aan te sleutelen en weer tot een topspeler te maken.